naar transparant bestuur. Zo luidde de workshop die op maandag 11 oktober 2021 in de Nationale Assemblee is gehouden. Het doel van deze activiteit was voorstellen te ontwikkelen ter verbetering van de kwaliteit van 's lands bestuur. Aanwezig waren leden van het parlement, minister Armand Achai-Bersing van Financiën, parlementsvoorzitter Marinus B., als ook leden van de Vereniging van Economisten in Suriname, de Rekenkamer en de Centrale Landsaccountantsdienst. Als hoogste college van staat zijn we het in zekere mate verplicht aan het volk dat zaken verlopen gelijk een goede geoliede machine. Bij mijn aantreden had ik reeds te kennen gegeven dat transparant beleid een ultieme noodzaak betreft. Het is daarom in onze beleidsvoering opgenomen dat men behalve zo efficiënt mogelijk te werk gaat, ook een eenduidige regelvoering handhaaft. In dat kader zal er een reeks workshops verzorgd worden, die ervoor moeten zorg dragen dat aan duidelijk en transparant beleid op de juiste manier invulling gegeven kan worden. We willen slechts trachten het te bewerken stramien dusdanig te verbeteren dat alle actoren die voor het goede verloop verantwoordelijk zijn, er beter van worden. Derhalve zal worden nagegaan in welke mate verbeterpunten aangedragen moeten worden om de werkbaarheidsmarge op te schroeven. Als we voor iedereen de werkdruk kunnen verlichten, zijn we allemaal geholpen. We zullen precies trachten na te gaan hoe het komt dat ontstaande knelpunten tot een dusdanige hangijzer zijn verworden, waardoor het aan efficiënt beleid inboet. De pijlers waaruit het fundament voor goed bestuur zijn opgebouwd, zijn reeds in place. Maar het lijkt er bijna op alsof niet iedereen dat beseft. Gezamenlijk moeten we een andere weg inslaan, hetgeen geen onmogelijke opgave is. Mijn verzoek aan u allen is daarom om uw innovatieve geest alle ruimte te bieden, al het goede tot zich te nemen en om samen met de andere aanwezigen tot mooie compromissen te komen. De pijlers zijn daar. De regelgeving en de samenwerkingsverbanden zijn reeds een feit. Nu moeten de schakels alleen nog op de juiste manier gesmeed worden. Samen kunnen we alles. En laten we daarin geloven dat we samen dit land gaan opbouwen. En met genoegen valt mij op dat de belangstelling om hierin mede een rol te vervullen ook weerklank vindt in de gemeenschap, gezien de deelname en vertegenwoordiging vandaag hier aanwezig. Het is niet realistisch om te denken dat een enkele workshop vandaag alle problemen zal oplossen. Maar de deelnemers aan de workshop vandaag zouden ons land een grote dienst bewijzen als zij ons vandaag zouden helpen om de richting te vinden en hoe de problematiek aan te pakken en te komen met voorstellen. Ik ben ervan overtuigd dat er concrete voorstellen zullen zijn die direct toepasbaar zijn, maar er zullen ook zaken zijn die meer voorbereiding zullen vergen. Ik hoop dat de workshop ons handvaten verschaft in zaken in elk geval de volgende zaken. Op het stuk van wetgeving moet wetgeving geharmoniseerd, vereenvoudigd of gerepareerd worden, of moet er wetgeving af of bij? Wat moet er op ministeries en parastatalen gebeuren om verantwoording af te leggen? En zijn hier quick wins mogelijk? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat voor 2021 alle ministeries jaarverslagen produceren op basis van uniforme instructies? Hoe kunnen de achterstanden in de begrotingssloten ingelopen worden? Kunnen samenwerkingsafspraken leiden tot verbeteringen? Als er aangelegenheden zijn die een langere voorbereiding vergen,
kan er geadviseerd worden over werkgroepen of stuurgroepen? Hoe betrekken we de gemeenschap bij dit belangrijke thema van goed bestuur? Ik complimenteer en dank de werkers en deelnemers aan deze workshop. Ik kan u verzekeren van mijn volledige steun in het werk van vandaag en hierna. Want het zal blijken een belangrijke bouwsteen te zijn voor verbetering van de kwaliteit van bestuur. Dat is basis voor elke rechtvaardige samenleving. De kwaliteit van bestuur bepaalt de vooruitgang van de samenleving. En dat is in het belang van een ieder. Ik dank u wel. Het ministerie van Financiën moet een duwfunctie hebben. Het ministerie gaat het echt moeten oppakken, anders gebeurt er niks. En de Nationale Assemblée moet een trekfunctie hebben. Die moet niet zitten toekijken. Die moet niet vragen om een rapport en vervolgens constateren dat het rapport er niet komt. Dus ik denk dat het tandem van de Nationale Assemblée en Financiën, dat het echt heel goed op elkaar ingespeeld gaat moeten zijn om te zorgen dat datgene wat de Nationale Assemblée nodig heeft, dat het inderdaad naar boven komt. En de Nationale Assemblée met gezag, wanneer het niet tijdig komt, de minister van Financiën kan aanspreken en zeggen, jongens, waar blijft het? Dus we spraken over afspraken en protocollen. Tussen deze twee instituten moeten er goede afspraken gemaakt worden.